Dag allemaal, fijn dat jullie weer van de partij zijn om deze visiteweek opnieuw samen met ons in te luiden. En dat gaan we op een wel heel speciale manier doen vandaag, want zometeen ontmoet ik een betoverende man en laat ik een vrouw aan het woord die alles afweet over gezond diëten. Maar vooral even die extra winterkilootjes hardnekkig gaan aanpakken, stel ik voor dat we eerst gaan kennismaken met de top hypnotherapeut. En aan de hand van uiteenlopende shows wil hij hypnose gaan profileren als een dagelijks voorkomend, natuurlijk en psychologisch fenomeen. Tja, hij zal daar ongetwijfeld wel een grondige reden voor hebben, maar de welke dat is, wel dat probeer ik nu uit te vissen van Patrick Picard. Dag Patrick, welkom. Hallo. Nu, hypnose is voor de meesten van ons toch nog altijd een ver van mijn bed show fenomeen. Misschien dat je toch eerst even moet toelichten voor ons, wat is hypnose juist? Ja. Bij hypnose gaan we werken eigenlijk met het onderbewustzijn. We gaan sterk de mensen laten concentreren en laten ontspannen. En door die combinatie krijgen we eigenlijk toegang tot het onderbewustzijn, dat eigenlijk de harde schijf is van ons lichaam. Daarin zitten allerlei emoties, herinneringen, sensaties. En net door die ontspanning en die concentratie kunnen wij die eigenlijk gaan oproepen. Een beetje zoals het kijken naar een film, waar dat je meegaat in de film en je begint eigenlijk de film mee te beleven. Je wordt meedroevig als de acteur droevig wordt, je wordt meezenuwachtig als achter iemand aanlopen en dergelijke. Dus eigenlijk een beetje gelijkaardig fenomeen. En hoe breng jij dan die mensen onder hypnose? Zoals ik net zei, door concentratie en ontspanning. Alleen, ja, moet je natuurlijk het ganse kader weten te scheppen. En ook een vertrouwensrelatie, wat wij noemen een rapport creëren met de persoon. Dus het gaat niet met een vreemde? Je kunt zomaar niet op straat gaan en zeggen, knip en nu kan je alles doen wat dat ik wil. Helaas heb ik niet die macht, anders zou ik op een andere plaats werken, denk ik. Waar? Ik weet niet, bij een of andere staatsveiligheid misschien. Nee, sowieso van waar die fascinatie voor alles wat met hypnose te maken heeft? Ja, ik verzamel inderdaad dus alles over hypnose. Dus dat gaat van boeken tot posters tot oude opnames. Want je ziet duidelijk hoe dat die geschiedenis evolueert van vroeger tot nu. Mm-hmm. En het gaat ook minder, ik zou zeggen, in de zwarte magie. Dus het komt echt meer tot een modern fenomeen. En dat is een beetje ontstaan door, ja, mijn overgrootvader, die was er al mee bezig. Ik heb hem nooit ontmoet, maar in de familie gingen dikwijls nog eens de verhalen van vroeger, de ronde, wat hij allemaal met de mensen deed. En via de goochelwereld, waar ik ook in zit, ben ik dan ook in contact gekomen met een aantal hypnotiseurs. En ben ik zo'n beetje boeken beginnen te lezen. Heb ik ook ondertussen cursussen gevolgd in hypnotherapie en dergelijke. En ja. Dus het is geen gave, je moet effectief wel daarvoor gaan studeren. Inderdaad. Iedereen kan het leren. Natuurlijk gaat de ene er meer tijd moeten insteken dan een ander. Een beetje gelijk tennissen. De ene speelt misschien elke een avond tennis en blijft in zijn lokaal clubje en de ander wordt na 5 jaar nummer 1 van de wereld. Ja. In die zin heb je ook wel een onderscheid in misschien talent, maar op zich iedereen kan hypnotiseren. Ja, nu sowieso is het niet jouw eerste passie, want ja, je bent eigenlijk een man, qua opleiding dan, van de exacte wetenschap. Ja. Is dat dan niet wat tegenstrijdig met het hypnose? Tja, ik denk misschien als ingenieur dat je interesse hebt om dingen te leren begrijpen. En net doordat iedereen denkt van, tja, dat bestaat niet en dat kan toch niet wat dat je daar ziet, ja, ben ik misschien juist aangetrokken geweest om dat toch te gaan begrijpen. En ja, door een aantal boeken daar in het begin over te lezen, het nog niet te weten, een aantal mensen erover gesproken die daar ook in dat vak zitten te spreken. En dan uiteindelijk is de klik gekomen. En ja, nu heb ik er ook mijn doel van gemaakt om hypnose een beetje toegankelijker te maken bij het grote publiek. Welke manier wil je dat aanpakken dan? Ja, ik geef daar rond voordrachten, demonstraties, ook shows. En we laten eigenlijk op een leuke manier zien wat dat eigenlijk mogelijk is, zonder noodzakelijk de mensen belachelijk te maken. Hè. Voor mij, iemand belachelijk maken is met iemand zijn zwakte lachen. Hier gaan we een komische situatie creëren, waardoor dat we juist kunnen laten zien dat hypnose werkt. Hè. Als ik zeg drink aan een glas water, ja, dat is eigenlijk niet zo interessant om te laten zien. Als ik zeg drink aan een glas water en als je het glas wil terugzetten, blijft het aan je lip hangen.
dan laat je natuurlijk zien, en je ziet die persoon echt verbaasd kijken, want het lukt niet meer. En dan laat je dus zien van, kijk, hypnose is nu geactiveerd. Alleen is het natuurlijk op dat moment een grappige situatie, maar wordt niet gelachen met de persoon zelf, maar met de situatie. Ja. En dat is wel, denk ik, een belangrijk onderscheid. Hè? Er zijn verschillende hypnotiseurs op de markt en inderdaad, je kan er netjes mee omgaan en laten zien wat het is. En je kunt ja, misschien een stap verder gaan en misschien toch echt mensen op hun, ja, ik zou zeggen, op hun emoties en of op hun, ik zou zeggen, zwakheden pakken en dergelijke. En dat is niet mijn bedoeling alleszins. Ja, is het dan eigenlijk een beetje, het is sowieso al dichterbij gebracht bij de mens dan, via tv, vorig seizoen op VTM, ik weet wat je deed. Is het dan een beetje gelijkaardig daarmee? Ja, je ziet dat er nu meer en meer programma's zijn die hypnose meer gaan gebruiken. Het is niet meer dat we gaan kijken naar wat is hypnose nu. We gaan eigenlijk gewoon echt hypnose gaan gebruiken om een nieuw soort programma te maken. En bijvoorbeeld dat programma dat u net aanhaalt, is daar een mooi voorbeeld van wat je daarmee uiteindelijk kan doen. En zo zullen er waarschijnlijk nog nieuwe soorten reality programma's aankomen. Misschien met jou in de hoofdrol dan? Wie weet. Maar dat zullen we dan wel zien in de toekomst. Als je de makers kan hypnotiseren, hè? Ja, we moeten maar eens kijken.